juist. Oh, moeder, oh, ja. Jongens, is het een beeld? Oh, hier. Ja. Even die arm uit de kom draaien, maar het moet van het programma. Dat maakt niet uit. Kom. Nee, wacht even, Hans. Even kijken welke kamer we het best kunnen zien. Op de, ja, wacht even, ja. Waar staat dan moeder? Oh ja, daarboven, ja. Dus hier, die moeder. Ja. Flink moeder met dubbel D geschreven. Maar is dat fout getatoeëerd? Hey, jij hebt... Even, wat is die vrouw ernaast dan? Dat is mijn ex. Dat is je ex? Ja, dat is mijn ex. Die had een snor, of niet? Ja, dat hebben we er later van gemaakt. Hé, nou Bianca, en dan heb ik me laten vertellen dat jij ook een tatoeage hebt. Wat heb jij nou precies van je ouders te heren? Ik vind ze in ieder geval heel bijzonder. Daarom heb ik het gedaan. Dus... En wat heb je precies gedaan? Ik heb het op mijn schouderblad laten zetten. Je beide ouders? Ja, vader of papa en mama. Zou je nou in rouw voor deze typemachine je ouders even willen laten zien? Ja, dat wil ik sowieso wel doen. Okay. Oh, leuk, fantastisch. Oké. Okay. Even muziek, Tony, van The Ladies of Trap. Het eet. Wow. Even kijken, het is al zover, Tony. Oh, hier. Oh, papa en mama, al met vogeltjes en een bijtje. Hoe lang geleden heb je dat laten doen? 3 jaar geleden of zo. Leven ze nog? Ja, allebei nog, gelukkig. Oh, je zendertje is... je zendertje is verdwenen. Die is... Hoe leven ze allebei nog? Ja. Oké. Okay. En jullie hebben allebei een tattoo shop, hè? Ja. Ja, tatoeëren jullie allebei nog? Ik niet meer. Hij doet het nog wel. Waarom doe jij het niet meer? Nou, het is nogal een vrij gespannen baan. Ik bedoel, je moet altijd kunnen presteren en... Ja, dat lukte me niet. Het werk ging goed, alleen de zenuwen die braken mijn nek. Je ging beven? Ik was gewoon heel erg zenuwachtig van tevoren. Dus ja, dat maakte het alleen maar erger door de klanten ontvangen. Je begon hier en je eindigde van de zenuwen nee, zo in de... Nee, absoluut niet. Het ging wel goed, maar ik wou van die zenuwen. Moeder Radstaken, hoe heet uw kinderen nou ook alweer? Alberto, Janneke en Sam. Nou. Paul en ik hebben bedacht dat u op uw linkerarm die namen van die kinderen getatoeëerd mag krijgen. Door Roel, een erkend tatoeëerder. Hoe vindt u dat? Vind ik geen goed idee. Wat raar. Nou, dan moeten we toch die Nationale Luchtvaartmaatschappij op gaan bellen dat het... Een 12 uur in vliegende Curaçao gaat. Want op uw beeldnaad willen we ook de jaargetallen van de geboorte van de kinderen willen we dan tatoeëren. En op uw linkerborst komt het gezicht van Paul en op uw rechterborst het gezicht van mij. Dacht het niet. Ja, ze worden wel mooi hoor. Maar u houdt toch van uw kinderen? Ja. Nou, dat is toch een prachtig gebaar. Nee, maar ik hou niet van tatoeages. Nou, dan gaan we het anders stellen. Dan gaan wij bedenken, kijk, dan is het misschien aardig om bij een van de kinderen moeder op de arm te laten tatoeëren. En we dachten aan Sam. Maar dan moet u dus zeggen, bellen kind. Sam, wil jij je moeder opgetatoeëerd hebben op je... Sam, wel ja te knikken. Ja, vind ik wel leuk. Ik heb een dochter, die wil wel graag een tatoeage. Maar die wil geen moeder hier staan. Ja, het moet moeder zijn, het is moederdag. Jo-Janneke, wil jij een tatoeage op je... Ja, nee. Moeder, hè? Nee, geen moeder. Maar wel een gewoon een tatoeage. Maar wat zou je er graag erop willen hebben? Nou, een Chinees tekentje of zo. Een Chinees wat misschien moeder betekent. Ja, het zou misschien gewoon kunnen. Gewoon chak choy, dat je een hele moeder. Ik heb toch liever niet mijn moeder op mijn arm staan eigenlijk. Nee. Nou, daar houdt het op. Nou, of we kunnen misschien over met onze arm, hand of haar, wat steken over je hart? Je hand. Dat je dan zegt, oké, we gaan bij zo dat jij een Chinees tekentje krijgt voor moederdag. Dat je altijd weet, dit heb ik van mijn moeder gekregen op 13 mei 2000. Dat is een aardige geste. Ja, dat vind ik goed. Nou, bedankt. Ja, nou hartstikke bedankt dat jullie zijn gekomen. Adres uitwisselen. Nou, moeder Radstaken, ik vond het leuk dat u er was. Wij vonden het leuk dat u was, maar ik zou u sterker vertellen, we gaan door. Oké, we gaan door! Johnny, begin maar vast te spelen weer! Eén stoeltje weg! Ja. Even armen, maar honden vragen, want wij willen bij mij zijn. Je kunt nog bij mij zijn, want we zijn bij ja! Nee, je moet wel zoeken door een stoeltje zijn. Nou... U ging heel snel. Ik ben een beetje bang, joh, om bent te u een vallen. Beetje bang om te ja, vallen? Ja. Heb je iets aan uw heup, of niet? Nee, aan mijn neus. Heb je wat aan je neus? Wat heb je dan aan je neus? Niks, ja. Mevrouw Suwandi, u komt uit Leidschendam. Ja. Hoe komt u aan die mooie achternaam? Van mijn man. Ja? Is die er ook? Ja. Nou, die gaan we niet naar beneden halen. Nee, ja. Nee. Is het een Indische naam of niet? Indonesische. Sorry. Is het een Indonesische naam? Het is een echte Indonesische naam. Ik weet, volgens mij komt hij oorspronkelijk uit Den Haag of niet? Delft. Ja, Den Haag een beetje nog ook. Nee, hè? Delft. Ja, nou ja, als je de afslag mist, dan kom je in Delft terecht, ja. Hè? Ja. Maar als je hem al nu neemt... Je hebt ook altijd je woordje klaar, hè? Ja, maar volgens mij kunt u er ook wat van, hoor.
Hey, mevrouw Shubandi. Ja. Hij heeft altijd zijn woordje klaar. Ja. Maar u neemt heel veel televisieprogramma's op, hè? Ja. Ja. En de videocorder is al oud geworden. Oh, verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Nou, die krijgt u niet van ons, hoor. Nee, dat hoef ik niet. Ik heb er al drie. Oh, u heeft er al drie? Oh. U neemt alle tv-knissen? Alles, ja. Op om het later terug te kijken? Ja. En dan wint u zich er weer over op? Nee, nooit. Oh, dan niet meer? Nee, neem je nou bijvoorbeeld op, noem eens een paar knissen. Die neem ik altijd op, die wil ik altijd zien. Behalve zich alles. Nou, ik hou erg veel van Witteman. De quiz van Witteman. Nee, de quiz niet. Dat is geen quiz. Oh. Ik neem alle programma's op. Gewoon alles wat u laat wat ik leuk vind, wat ik leuk vind, dat neem ik op. Wat neemt u nou bijvoorbeeld en niet, maar wat neemt nou iets wat ik denk, nou, dan zul je echt met je bek van openvallen wat ik altijd opneem. Iets geks. Neemt het lunchprogramma op van Tineke Verburg bijvoorbeeld? Ja, vind ik heel leuk. Echt waar? Ja, ja, omdat ook... ik vind alles leuk. Maar ja, als het maar beweegt. Nee, als ze maar praten. Als ze maar praten. Ja, maar nee, ik heb de radio aanzetten. Ja, nou, ook heb ik ook de hele dag aan. Oh, je hebt de radio aan en tv neemt op. De radio heb ik ook de hele nacht aan. Maar, echt waar? Ja, echt waar. Maar u kijkt ook graag naar een fijne darmoperatie bij vinger aan de pols. Ja, ook. Ja, daar hou ik ook zo van. Ja, alles. Heerlijk. En iedere keer stilzetten, hè? Ja. Ja, ja. Nou, dat niet. Wat zeg je dan het beeld stil terwijl ja. Je... Ah, nee. Objection, jongen. Nee. Objection. Nee. Nee, mevrouw Shubandi, ik maak gekkigheid. Ja, ik maak gewoon dat gekkigheid. Vind ik ook mevrouw Shubandi, wat vindt uw man er dan van? Dat u constant televisie kijkt. Oh, dat is zo schat. Uw man heeft gezegd, ja, geen dat mening. Is zo lief, die laat alles doen. Maar bent u een beetje dominantie, extravertie? Nee hoor, helemaal niet. Nou, ik heb gehoord dat u erg dominantie, extravertie bent. Maar dan kunnen we elkaar een handje geven. Dank u wel, mevrouw. Zeg, ik wil nog even iets anders met die bal, want u heeft ook een zwakte. Nee, maar één zwakte waar de familie niet zo blij mee is. Wat is dat dan? Even gaan de lijn doen. Nee, dat was niet de zwakte die ik bedoelde. Oh. Nee, iets anders. Als ik zeg fruit, drie ananasje op een rijtje, drie trosjes kersen. Als ik zeg Scheveningen, als ik zeg begin met een G. Heerlijk. Oh, heerlijk. Wat bedoel je dan? Ja, dat zeg ik niet. Ja. Anders ben ik zo bekend, loop joh. Loop maar mee, mevrouw, want we hebben een cadeau voor je. Hier hebben we een echte fruitmachine. Want u bent een enorme fokstaar. Gaan we zitten? Oh, gaan zitten. We hebben een bak met 400 guldens. Oh, wat zalig. Oh, wat heerlijk. Oh, heerlijk. Oh, wat zalig. Alsjeblieft, ga lekker gokken. Oh. Even ingooien. Zo. Oh, ik ga staan. Gaat u gewoon staan, is beter. Zal ik de bak dan hier neerzetten? Nee, zo. Gaan. Nee, hoor, ik doe het zo. En gaat u dan naar het casino of staat u gewoon met de snackbar? Nou, nee, de casino gaat een beetje te hard. Ja, dus u doet het niet zo vaak, hè? Oh, u doet het wel heel vaak. Nee. Maar wint u ook wel eens? Ja, we hebben weg willen gaan. We willen gokken. Ja, weg. Want dan is het tijd voorbij. Ja, u gaat maar lekker gokken. Ja, ik denk dat moeder Suwandi hier morgenochtend nog staat. Ja, nou reken maar. Oh, het wordt heel spannend. Ja. Er zijn er nog twee over. En we hebben nog mevrouw van 74, maar de naam is even ontschoten. Johan de Vries en Ali Goes. Nee, Nee, Liet Goes. Liet Goes. Liet Goes en mevrouw de Vries. Oké, okay, zijn we er klaar voor? De laatste ronde, daar gaan we. Ik ben de klas. John de Vries. Ja. Je bent de klas. Je bent de klas. Ik ben, ja. Ach, god. Ach. Misschien wel goed. Of de lul. Of de lul. Mevrouw de Vries, u komt uit Diemen-Zuid. Schijnt daar altijd de zon?
In mijn huis wel, ja. Ja, is dat zo? Mm-hmm. Hoeveel kinderen heeft u? 7. Van hoeveel mannen? We zitten in het verkeerde programma, denk ik. Stop even, ik geef er over aan jou, Hans. Voor bij iets te link. Mevrouw de Vries. Ja? Kunt u nou mij eens vertellen wat nou precies het moedergevoel is? Zo. Dat is een lastig, hè? Dat is een heerlijk gevoel. Ik weet niet, alles nu voel ik weer dat gevoel. Allerlei vlindertjes, toestanden. Ja? Echt een lekker gevoel? Echt een lekker gevoel. Altijd als je naar je kinderen kijkt? Altijd. Nou, soms wil je ze wel, je weet wel. Maar, soms wil je ze wel met de kousenband beuren. Begrijp je? Nee, maar het is geweldig. Ik vind u echt een oermoeder. Ja? Ja. Voel ik en niet omdat vanwege uw rode jasje. Nee. Ik heb er ook op gestaan dat er bij de moeders een Surinaamse kandidaat is daar zit. Dat stond hij ook volledig achter. Dat kan ik net zeggen. Ik vind het sowieso leuk, kleurig. Het voelt altijd bij. Ja. Voelt altijd toe. Je houdt van kleren, hè? Ja. We hebben een verrassing voor u. Een enorme verrassing. Ja. We hebben een enorme klerenmaker uitgezocht. Geef maar een applaus. Hier is Frans Molenaar. Frans. Je bent 60 jaar geworden, lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hibbewip, hoera! Tot 60, hibbewip, hoera! Hoeveel mensen had je op je feest? 88 geloof ik. 88? Voor een diner, ja. Diner. Hoe voel je je nou? Ja, 18. Nou, dan moet je iets zeggen. Zeg, toen wij je vroegen of jij iemand wilde aankleden die waarschijnlijk gek was op kleding en we hadden ook nog niet ontmoet, toen zei je ja, maar het moet niet verder gaan dan maatje 38. Nou, dat maakt verder gewoon niet uit. Oh, ik ben niet aan discrimineren, want wij sokken daarvan is het natuurlijk niet, omdat we wisten, kon de Suriname, maar ja, Suriname, maatje 38 ken ik bijna niet. Ja, ze zijn er wel. Maar die echte moeders hebben maar een grote maatje. De echte moeders hebben maatje 18. De echte moeder moet een beetje dik zijn. Moet een beetje dik zijn, ja. Heb je veel Surinaamse dames in je klant? Een aantal, ja. Jazeker, ja. En ik heb iets heel moois in mijn hoofd om te ontwerpen. Ik heb de chef-coupeur bij me met zijn assistent en we nemen zo de maat. En volgende week hebben we het aan. Hè? Ja, je moet vrijdag even langskomen om te laten zien wat hij speciaal heeft gemaakt. Doe ik zeker. Ja. Vind je het een leuke verrassing? Ja, heel het lijkt me wel, toch? Weet je wie het is? Ja. Maar heb jij zelf nog een moeder? Nee, helaas niet meer. Mijn moeder is in 91 overleden. Maar wel 87 geworden. Wat voor maatje had? 38. En ik heb er een hele leven gekleed. Dus. Zonder dwang dat ze 38. Ja, nee. 38. Nee. Afgezond. Ik ben zo benieuwd wat je voor haar gaat maken. Ja, ik ook. Ja. Dus kom vrijdag allebei terug. Neem al je kinderen mee. Doe ik. Absoluut. En al je mannen. Nee, ik zeg het niet. Heel erg bedankt voor je komst. We zien elkaar vrijdag terug. Tot zo meteen. Nog even lekker. Gaan we lekker op de bank zitten? Nee, gaan we even daar. Of gaan we even daar zitten? Gaan we niet gokken, goed? Oh, heel goed. Gaan we lekker zitten? Gaan we bij de Daconaatje zitten? En neem wat Rotti mee volgende week. Doe ik zeker. Ja, Ali Goes. Ali Goes, winnares van Moederdag Dans 2000. Ze gaat het winnende liedje nog één keer zingen. Zo, Ali. Wat afschuwelijk. Zo, Ali. Nee, geen Ali. Waarom nog geen Ali? Nee, afschuwelijk. Maar zo wordt toch altijd genoemd Ali? Nee. Oh, ik hoor het. Het is e-mail Ali. Het is lied. Vaak... Ja, dat heeft die zoon gedaan. Ze zei, ja, Ali van de Wegenwacht. Nou, je heet Aliet. Lied. Dat is het. Ja. Ali, nou wil ik eens aan je vragen. We kregen een e-mail en in die e-mail stond dat jij een hele grote fan bent van Paul de Leeuw. En in zekere zin ook van, ah... Dat is mijn kleinkind. Nou, hallo. Hallo. Kom je daarbij staan? Kom maar zitten, Maarten, want ik wist dat je Maarten had. Ga maar zitten, Maarten. Zo, huppla. Ik zal even verder vragen dat je een grote fan bent van Paul de Leeuw. En in zekere zin ook van Hans Kesting. Nou, wil ik graag weten, Ali, voor je die prijs krijgt, wat is nou die zekere zin? Wat is nou die reserve die je tegen mij hebt? Nou, nee, dat niet. Maar ik moet er even aan wennen, hè? Ja, ik ook. Twee jaar. Hij ook. Ja. Moet ze allemaal wennen, maar je bent nooit oud genoeg om te wennen. Nee, zo is het. Dat is waar, hè? Hoeveel kleinkinderen heb je? 4. Ja? Van hoeveel zonen? 3 zonen. Geen dochter? Nee, helaas. Nooit jammer gevonden dat je geen dochter Beetje hebt? Beetje wel, ja. Ja?
niet aan gewerkt? Dat andere. Ja. Anders gaan liggen of zo tijdens de bestuiving. Ik heb lieve schoondochters. Je hebt lieve schoondochters? Ja. Oké. Was je verrast dat je hier naartoe ging? Ja, natuurlijk. Was je hier wel geweest? Ik wist het helemaal niet. Nee. Was je nooit geweest? Nee. Ja, het kind zit te zwaaien. Dat vind ik een enorm PTO Rens gedoe. Hij zwaait naar zijn papa en mama. Ja, die papa die zit hier al 6 jaar. Zeg, Nee, vier. Vier, oh, hij is 4. Aliet. Wij weten dat je enorm fan bent van een voetbalclub. Ja, Ajax. Nou, daar gaat het goed mee, hè? Nou, helaas. Hoe herken je de oudste bus in Amsterdam? Hoe herken je de oudste bus van Amsterdam? Met een sticker erop, Ajax kampioen. Wil je wat zeggen? Ja, ik kan het woord Ajax niet van mijn ogen geschreven. Het is fijn. Tony ook niet. Tony is ook een grote Feyenoord fan. Ja. Ja. We hebben een verrassing voor je, Arie. We gaan het helemaal niet om. We hebben namelijk een verrassing voor je. We halen hem iets meer naar beneden. Want voor mij is iets te hoog gezet. Dat zullen we niet. Kan niet meer om naar beneden? Nee, kan niet meer. Dat kan niet, volgens mij. We storten de hele Philips naar beneden. Kijk daar naar, wat is iets speciaals voor je, Arie? Lied? Geen Arie. Kijk dan. Hallo, Arie. Of zal ik toch maar lied zeggen? Ik denk dat je dat aangenamer vindt. Volgens mij ben je net afgevallen met de stoelendans. Nou, jij bent winnaar waarschijnlijk geworden. Is de spanning je iets te veel geworden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Ajax dit seizoen. Ook daar werd de spanning vaak te groot voor je. Zodat je de uitslag op teletext terug ging kijken. Ik hoop dat het volgend jaar beter gaat met Ajax. Zodat jij ook weer betere tijden kent op dat vlak. Ja, verder wens ik je voor morgen een hele fijne moederdag toe. Ik zelf heb het heel makkelijk morgen. Mijn moeder verblijft in Amerika op dit moment. Maar ik weet zeker dat jouw zonen je morgen wel zullen verrassen. Dus nogmaals een hele fijne moederdag en nog een prettige avond verder. Dankjewel. Wat leuk. Een t-shirt gesigneerd door Danny Rook, of Danny Blind bedoel ik. Kijk, dat is van Ajax. Heel erg bedankt voor je komst. Want we moeten door, we zijn bijna het programma. En in hand zit ook een hele bijzondere plakkaat voor zijn moeder. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, fantastisch. Heel veel plezier ermee. Ga lekker zitten. We gaan met de kleinzoon mee. Niet terug. Ja, want je bent verlegen. U bent verlegen. Geef maar hartelijk een applaus voor de rest. Ja, we hebben een verrassing. Ja, dames en heren. Een bijzondere verrassing van Hans aan zijn moeder. Hans, ga je gang. Ja, mijn moeder wilde altijd graag dat ik in een jongensband zou spelen. En ik heb daar wel mijn best voor gedaan, maar het is nooit gelukt. Ik had dromen in de Osbonds, de Poppies, nou noem ze allemaal op te komen. En ik ga wil nou... ze dan in een jongensband, waarom wil ze dat dan? Ja, ja, dat vond ze leuk. Ja. Ik vond het zelf ook heel erg leuk. Ik stelde me heel veel van voor, ja. En ik zal het maar vertellen, maar ik ga vandaag met Nederlands bekendste jongensband optreden. Nou, bekendste jongensband. Nou, we gaan naar binnen en we gaan net zoals de Soundmix Show. Ga naar binnen, Hans, en kom terug als jongensband. Kom open de deuren. Tot zo. Thing about it was you. Oh, yeah.
reason. I love her. There's no place for them. No, since you're in my mind. It took me some time to discover. To discover. You are the prettiest girl one can find. My life was a song out of tune. Just saying the right key, the key to my heart. A melody ended too soon. So give me a chance and let's make a new start. I had it all, but I just couldn't see that the best thing about it was you. Yeah, I should have known you were perfect. Je kan het er niet goed zien. God, wat zie je er prachtig uit, Joan. Even voor de duidelijkheid. Het is ontworpen door Frans Molenaar. Fantastisch. En wat kleedt het af, zeg. Ja, hè? Echt waar. Hoe vond je het toen je het aantrok? Geweldig. Ja? Ja. Prachtig. Heb je inspraak gehad, heb je inspraak gehad in de kleur? Nee. Nee, helemaal niet. Frans, jij regelt alles voor haar. Gewoon bek dicht staan en passen. Ja. Precies. Ja. Maar waar kijk je dan naar als je haar... als je dat, nou ja, dit ik had als... het natuurlijk vorige week gezien. Ik dacht, dat wordt gewoon mooi vlammend paars. En dat is mooi met de make-up, heeft ze goed aangepast. En die maat, ja... Ik denk, ik moet even een mooi silhouet maken. Je zegt die maat, ja. Wat bedoel je daarmee? En nou ja. Zou jij je vuist even uit je... Pink, natuurlijk. Maar kijk, dit kleedt gewoon mooi af. Dit is van achter, ja. En wat is dit nou voor materiaal, Frans? Een zuiver zijde taft. Wat zeg je? Een zuiver zijde taft, taft. Meneer. Zuiver zijde taft. Je hebt zuiver zijde taft aan. Suikerzijde. Dat voelt goed, hoor. En hoe noem je dit in het Frans? Soin naturel. Een soin naturel. Ah. Klaar ben je. Die had je nog niet in de kast hangen, denk ik. Echt niet. Echt niet. Ben je vaak gaan passen? Nee. Ik heb één keer. Dat is in één keer goed, ja. Ja. Maar je lippen, die, of je hebt het heel erg koud, of ze zijn precies nee, gekleurd. Nee, en de nagels. Je bent helemaal turquoise. Helemaal. Je bent helemaal aan de taft. Ja. Die steen moet nog even veranderd worden. Maar dat. Oh, je moet iets duurder. Maar die kreeg ik volgend jaar. Volgend jaar. Ja. Is het nou moeilijk om nou gelijk... Zit het misschien nou gelijk in je hoofd? Dat je, zou je nou zoiets aan willen hebben? Qua kleur, want je bent... Jullie wisten jullie van elkaar dat jullie kleuren gingen vandaag? Nee, we hebben elkaar niet gebeld. Nee. Zou je nou zoiets... vind je die kleur mooi? Want je bent wel een expressief typeje. Ja, ook zonder kleur geloof ik wel. Maar, maar ja, ik vind dit een mooie kleur, ja. Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, prachtig. Ga je het nou vaker dragen? Dat je denkt, vanavond als ik lekker in de keuken sta, doe ik lekker een molenaartje aan. Ga erin slapen. Ga erin slapen? Ja, ook. Echt als ja, altijd. Je bent in een groot feest.
Ja, ik word 50 in december. Dat zie je niet, hoor. Nee, hè? Word je echt 50? Ik word 50 in december. En dan ga je deze jurk aantrekken? De hele dag. Nou, dat is... Ze heeft ook nog een korte rok bij, dus kan overdag rock, ook dus. Nog... En mag ze het houden? Ze mag het houden, ja, natuurlijk. Oh. Wie gaat het betalen dan? De modekoning, ja. Jij gaat het zelf betalen? Ja, ik heb het toch aangeboden? Ah, oh, wat fantastisch. Lief, hè? Ja. Want wij hebben je laten winnen. Ja, wel. Ja. Natuurlijk, hè? Maar ja, daar staat natuurlijk wel wat tegenover. Ja, we dachten ook, Hans en ik hadden een enorme discussie van, ja, daar moet je iets tegenover stellen. En nou, jij had eigenlijk op een gegeven moment, want wij hebben echt hele rare dingen gedacht. Ja. Nou, moet ze dit, moet ze dat. En dat we hebben ontzettend gelachen omdat ze allemaal moest, hadden gemoet. Ja. Uiteindelijk kwamen we op het... Iets uit bij een R. R. Ja. Heb ik al gedaan, hoor. Wat dan? Ik ben de hele dag voor jullie bezig geweest. Ik heb in de keuken gestaan voor jullie. Ik heb roti gemaakt voor jullie. Je bent gek geworden. Ja. Oh. Ja. Waar is het nu dan? Het is hier. Ja, waar dan? Nou, dan gaat het onder jurk. Jij bent wel onder mijn jurk, hè? Maar waar is het nu? Is de keuken. Nou, wij hadden namelijk alle ingrediënten gekocht voor roti, dat jij speciaal voor de hele zaal roti gaat maken. Oh, dat kan ik ook doen. Dat kan ook. Kom mee. Want we dachten, het is misschien leuk als jij lekker aan de roti gaat. Kun je het een beetje uitleggen aan de mensen. Fransie kan heel goed uien snijden. Dus jij houdt ook zo van koken. Ja. We hebben een schort. Ja, we hebben een schort. Frans, jij kookt toch ook speciaal voor kleine groepjes bij je thuis? Absoluut. En hoeveel mensen nodig je dan uit? 12. En wat doe je dan met die mensen? Ik heb het ook aan het klaar, hoor. Ik hoef het niet te doen. Echt waar? Niet roti af en toe? Nee, allemaal stamppot. Ze heeft het al gemaakt, ze wil het niet meer maken. Maar dan niet voor 200 personen. Dan krijg je een klein stukje. Ja, maar ze worden echt een heel klein stukje kip. Nee, er is genoeg, denk ik. Nou, dan ga je maar die roti halen en doe maar in 200 borrelglaasjes. Kleren vies. Maar jij geeft toch ook van die lekkere dinertjes, hè? Ja. Ja. Ik vond het erg leuk dat je wilde komen. Ik vond het erg leuk dat je haar zo ontzettend mooi hebt aangekleed. Het haar is ook heel leuk. Mooi zo, hè? Want vorige week had je het allemaal nog heel erg hoog. Ja, ik heb het gewoon een beetje extravaganza, begrijp je? Ja, heel erg mooi. Nou, ik wens je heel veel succes en bedankt. Dankjewel. En dan gaan we lekker met onze volgende gasten praten. Ja. Geef duidelijk applaus voor ons Molenaar en Joe de Kies. Dankjewel. Collega's. Ga hier even op zitten vast. Ga maar lekker zitten op de kruk. Jij hebt de vuilnisbak, Frans. Ja, goed. Ik ging van de week naar supermarkt Lindeman. Ja. In Amsterdam. In Amsterdam. Er zijn natuurlijk ook supermarkt Albert Heijn en de C-Duizend. Nee, maar ik heb het nu over supermarkt Lindeman. Mary Lindeman, ik kwam binnen. Hallo. Er hing een bord. Ja. En wat staat erop? Daar staan wat spelregels op voor vrijgezellen. En wat zijn de spelregels? Bij binnenkomst kunnen de vrijgezellen een geel bloemenmandje pakken. En dan kunnen ze mee boodschappen gaan doen. En aan de hand daarvan kunnen ze dus laten zien dat ze beschikbaar zijn. Dus je pakt een vrijgezellenmandje en je denkt dan, ik ben beschikbaar. Maar meestal zie je het toch aan de spulletjes die in je mandje hebt. Eén persoons schelvislever, één persoons melk. Ja, maar dan moet je zo in dat mandje gaan hangen. Ja. Nu kan je het een beetje van afstand allemaal gaan bezichtigen. En loopt de storm? Ja, best wel. Oh ja? Ja. Het loopt altijd al storm, maar nu extra. Dus het is een ontzettende cruisingplek geworden, supermarkt Lindeman. Wat is een cruisingplek, Hans? Nou, een cruisingplek is het komt van het Engels woord cruisen. Cruise? En cruisen betekent een beetje lonkend rondlopen om te kijken of je contact kan krijgen met een ander. Oh. In de supermarkt? In de supermarkt. Ik zal het even voordoen. Ja, ik ben je loopt met je mandje. Ik zie alle cameramannen verschrikt uiteen stuiven. Dat is mijn mandje. Ach. We hebben weer een mandje. Wij komen langs. Ik loop met mijn mandje, stel je voor. Jij gaat mij nog cruisen nu. Ja, ik ga nu cruisen, hè. Jij komt ook aan met je mandje. Oh, En je gaat weer door. En dan is het omkijken geblazen. Hè? Oh, dat is cruisen? Ja. Oh, ik dacht al, wat komen al die mannen tegen En dan zeg je, kom je vaak hier bij supermarkt Lindeman? Is echt hebben ze cruisen? Oh, dat is het mandje ook. Dit is het mandje. Ach. En wordt er veel dit soort oefeningen gedaan in de supermarkt? Ja, voortdurend. Nou, dit is natuurlijk sinds het project is verleden week begonnen. En het duurt tot 10 juni. En kunstenaar Otto Berghem heeft dit allemaal verzonnen. En bij jullie aangeboden? En bij ons aangeboden. En jullie vonden het meteen een goed idee? Ik vond het een heel goed idee. Maar komen ze wel vrijgezellen bij jullie in de winkel? Ja, genoeg. Oh ja? Ja.
Ja, maar het is niet zo relatiegericht. Het kan ook gewoon contact zijn. Gezellig met iemand een hapje eten. Ja, ik vind het een goed initiatief, ja. Ja, ja. Nou, ik vind het een beetje raar. Maar we hebben twee mensen uitgenodigd. Die we hebben gisteren namelijk een aantal mensen. Ja, nou, dat weet ik niet. Met een geel mandje, want iedereen weet dat je vrijgezel bent. Ik ben toch wel aantrekkelijk. Ja, met een geel mandje nog meer volgens mij. Ja, dan zou je dan op me vallen als ik met een geel mandje kom. Ik ben enorm bezig met mayonaise en curry. Dat is weer een heel ander programma. Ja. Nee, maar ik weet het. Maar we hebben twee mensen uitgenodigd die alles weten van... die hebben gisteravond met een geel, of gisteren weer met een geel mandje gelopen. Het zijn Jasper en mevrouw van Zomeren. Hoe is dat gegaan? Je kwam de supermarkt binnen en toen? Nou, toen kwam uw redacteur naar me toe eigenlijk meteen... of ik het programma wou komen. Je had het gele mandje nog niet gepakt of je had gedaan? Nee, ik had gehoord van het idee en ik vond het wel grappig. En ik kwam die winkel binnenlopen en ik dacht, nou, ik pak zo'n mandje, wie weet. En, maar waar was je, wie weet wat, waar was je op uit om iemand te vinden? Nou, eigenlijk gewoon een boodschap te doen. Ja, had je ook een andere kleurmandje kunnen nemen, maar je nam wel het gele mandje. Maar je liep in kleur geel? Nee, ja, ik denk, kijk, als je vrijgezel bent, dan ga je natuurlijk niet het blauwe mandje nemen. Hoe oud ben jij? 19. Ja, maar dan moet je toch elk mandje nog nemen die gewoon wordt aangeboden? Je pist toch niet gelijk in het gele mandje? Ja, dat is niet dat ik al eens wanhopig ben of zo, maar ik denk, ja, waarom niet? Maar heb je thuis nooit iemand in je mandje? Nee, mandje is leeg. Oh. Nou, mevrouw Roos is ook vrijgezel. Ja, maar ik zei het niet hoor. Wat zegt u? Ik zei het niet hoor. Ja, maar dat geeft helemaal niet. Heel oude fiets moet je leren. Ja, zo is het, zo is het. Mevrouw Roos, hoe lang u heeft... Met een oude fiets. U heeft... Hoe lang met een oude fiets? Nee. Hoe lang heeft u al... U geeft ook gelijk naar het gele mandje? Nou, niet gelijk, maar ik kom haast iedere dag in de zaak. Dus ja. Ik heb dat zo gehoord en dan pak je gewoon een mandje. Automatisch pak je dan met bloemetjes. Maar zou je het leuk vinden om op zo'n manier iemand te ontmoeten? Waarom niet? Een kopje koffie drinken, gezellig babbelen. Ja, en dan je mandje uitpakken en een rottietje maken, je weet het niet. Ja. Maar je weet nooit, kijk, als je een mandje, je weet natuurlijk nooit welk geel mandje tegen je op botst. Zeg, ze hebben een serial killer achter je aan. Dan lig je gewoon in hakken, in stukjes verdeeld in je gele mandje. Ja, ja, dan heb je pech. Maar hoe vaak heeft het gele mandje al gebruikt? Een paar keer. Een paar keer. En hoe vaak, als je dat gebruikt, kom je dan wel met de goede spullen thuis? Ja, waarom niet, zeg? Nou ja, omdat je dan zo nerveus bent dat je opeens een wiskas pakt in plaats van haché. Nee. Maar heb je ook speciale ontmoetingsplekken waar je met je gele mandje naartoe kunt? Dat je andere mensen het gele mandje... Heb je soms areas... Eén keer het woord gele mandje hoor. Ik doe echt een gele mandje. Weet je, met een gele mandje bij een plek waar meer gele mandjes bij elkaar verzameld staan. Een soort gele mandjes broedplek. Ja, we hebben als supermarkt een paar lokkertjes in het midden van gele mandjes lokkertjes. Nee, gewoon met scherpe acties. En, maar lokkertjes, mannetjes die zo staan? Nou, een supermarkt gaat vaak gepaard met aanbiedingen. Dus ja. Wij hebben als winkel daarop ingespeeld. En in het midden van de winkel hangt een hele grote gele doek. Die slaat weer terug op het gele mandje. En dat is het centrale ontmoetingspunt. En wat gebeurt daar dan? Sta jij dan op te gillen van komt alle bij elkander? Nee, we houden ons heel erg op de achtergrond. De klant moet het zelf doen, zelf ontmoeten, zelf ontdekken. En wat voor scherpe aanbiedingen liggen daar dan? Op het moment? Ja. Pijnboompitjes. Pijnboompitjes! Ja, pijnboompitjes in mijn mandje. Olijven, zwarte Italiaanse olijven zonder pit. Zonder pit? Het eenzaam. Ja. Je zou maar eenzamer zijn met pit. Anders gaan ze tegen elkaar spugen met die pit en dan spugen ze het zo. En we hebben heerlijke koekjes, delicatessenkoekjes. En allemaal zeer scherp geprijsd, als lokkertje. Ik vind het hele mandjes, lokkertje, het lijkt me een sprookje. Ja. Hey, heb je dit lokkertje gezien? Want je hebt echt rottie gemaakt, Joan. Heerlijk, meid. Ik zie inderdaad 200 pannen. Hoe zou jij het doen met een geel mandje en een Frans Molen naar oud pitje door de supermarkt hobbelen? Nee, helemaal. Heb je al een man? Ja. Of hoeveel mannen had je nou? Frans, nee. Lijkt het jou wat? Helemaal niet. Nee? Nee? Nee. Jij bent vrijgezel. Ja, ja. Maar je zou niet met een geel mandje... Niet twee halen, één betalen, nee. Dat zie je helemaal niet zitten. Nee, helemaal niet. Hoe kom jij dan aan een man? Ja. Wat dacht je? Wat dacht je? Nu een oproepje plaats. Hoe kom jij aan een man? Vertel, waar haal jij de mannen nou vandaan? Nou, uit welke supermarkt scoor jij? Het buitenland, hè? Oh, het buitenland. Harrods. Of in België, wij weten die supermarkt die altijd overvallen worden. Ja, Delhaize. Oh, Delhaize, Zeg, hoe lang ga je nou nog door met dat, mandje, gele mandjesinitiatief? Met het project. Duurt tot 10 juni. Alleen Otto en ik
probeer er misschien nog een extra iets aan te brengen. Gewoon, misschien kunnen we toonaangevend worden voor andere supermarkten. Ja, nou, wat is dat extra iets dan? Nou, om een vervolg. Je zou het natuurlijk nog veel uitgebreider kunnen doen. Ja, roze mandjes. Ja, nee, maar gele pruikjes, gele schoentjes. wat denk je in qua aankleding ook nog eens of zo? Of wat moet ik dan aan denken? Nou, dat wil ik gewoon nog overleggen met Otto. Oh, maar we hopen gewoon het grijzige, het grauwe, de irritaties uit de supermarkt te halen. En gewoon wat meer fun op de vloer. Zullen we even aan Otto vragen hoe hij op het idee is gekomen? Ja, graag. Otto? Ja. Hello, welcome. You're from America. Cheerlijk. That's the reason I speak English now. Oh, how? How? Well, ik zal, omdat jouw Engels is misschien niet of dezelfde als mijn Nederlands, ik zal het Nederlands proberen. De idee komt van game shows van Amerika, de dating game tot studs. Soort of dating game. En ik wil het niet een show maken, maar ga naar een supermarkt en supermarket love. Iedereen weet wat het is. Als je doe je boodschappen. Bedankt. Als ik heb gezegd, ik spreek niet zo goed Nederlands. Nee, maar boodschappen is goed uitgesproken. Maar ja, je ziet een leuke meisje of een leuke jongen en je weet niet als ze zijn vertrouwd of met een andere. Zo, met de mandjes, dan je weet het wel. Maar je kan toch uitzoeken? Je kunt er gewoon aan hem vragen of aan hem of aan haar vragen of ze alleen eet vanavond of dat. Ja, maar misschien sommige mensen heeft een beetje angst. Dit is een beetje een uitnodiging. Wat is het? Wat is het? Een uitnodiging. Een invitation. Een helpleuning. Een uitnodiging. Een uitnodiging. Okay. Voor supermarket love. Voor supermarket love. Dit supermarket love. Heeft u de boodschappen voor het weekend dan in huis? Ja hoor. En jij? Ja, ik ga morgen weer, hoor. Ah, ik zou je zo vertellen. Ik denk dat ik morgen ook weer een geel mandje ga. Ik ga morgen ook weer een geel mandje. Hoe laat ga je? Kleine donders, hè? Goed. Nou, hartstikke bedankt voor je komst. Succes. En succes met de gele mandjesactie. Ja, dankjewel. We gaan naar de reclame. Toen we jou de reclame gezien voor... Oh nee, wat was het nou met de reclame? Ja, er is een reclame op de televisie. Die is van de week onderscheiden met een prijs, de Gouden Effie. En dat is een reclame. Gouden Effie is een prijs voor de effectiviteit van de reclamecampagne. En die campagne gaat over twee baby's. Weet iemand al waar ik het over heb? Twee baby's die over elkaar liggen? Ja, over monster, bordenmonster of zo. Hè? Ja. Heeft u hem gezien? U weet welke reclame ik bedoel. Liggen twee baby's naast elkaar. Die ene krijgt voortdurend aandacht. Uw vrouw weet het. Ja, en maakt u het maar af. Maak zelf Noki. No, kom op, Noki. Die ene krijgt voortdurend aandacht. Die ene krijgt voortdurend aandacht. En dan? En dan blijkt op een gegeven moment degene die geen aandacht krijgt, dat het Bill Gates blijkt te zijn. Ja, die ene wordt... Wat vond u van die reclame? Hij is leuk. Ik vond hem leuk. Ja. Vond hij keihard? Ja, wat is hard? Nou, dat zo'n speelgoedje opeens weggegrepen ja, wordt. Ja, dat is zielig, maar niet is hard. Is bij u ooit wel eens een geel speelgoedje weg... Vast misschien wel. Wat bent u voor beroep dan nu? Ik zit in de automatisering. Nou, dan zou het weg. Wie weet. Wat geestig. Ja. Maar jij vond die reclame discutabel, hè? Nou ja, ik vond het niet leuk. Nee, het is eigenlijk een pleidooi voor. Maar als je kind verwaarloost, dan wordt hij later multimiljardair machtig. Nee. Vind je niet? Zo, vind ik zie niet. Heel veel, ik zie twee neeschuddende mensen. Oh, je oudere vindt... vriendin die zegt nee. Mijn zus. Oh, je zus. Ja, nou, kun je toch wel zien. Jullie zitten iedere keer schaterlachend te kijken. Nou, dat ook weer niet. Ik denk dat het een diepere gedachte misschien achter zit. Een diepere gedachte. En de welke dan? Ja, die weet ik ook nog niet. Oh, nee. Zie je oudere zuster, weet u het misschien? Wat nee, u... ik zou het niet weten. Nee, u kent de reclame wel. Ik heb hem wel eens gezien, ja. Ja. Nou, we gaan praten met een kinderpsycholoog, want die weet alles. Die kan ons even iets meer vertellen over de reclame, of het nou inderdaad goed is. Dat is meneer Lex Kan. Lex. Meneer Lex Kan. Mag ik Lex zeggen? Ja, graag. Jij bent kinderpsycholoog, zoals Paul zei. Je hebt de reclame gezien. Ja. Hoe vond jij hem? Verschrikkelijk. Waarom? Wat die mevrouw zegt, begrijp ik helemaal niet. Ik vind dat als je op de televisie op zo'n manier een kind verwaarloost... want dat is eigenlijk wat het suggereert. Je haalt iets weg bij hem, dat konijntje wat er ligt. Je negeert het kind. Dan denk ik dat het heel erg een heel ongelukkig mens kan gaan worden. Want je hebt dat nodig. Je hebt wat er bij het kind daarnaast gebeurt. Ja. Contact met andere mensen... Dat heb je hard nodig om van te leren hoe je
gevoelens kunt ontwikkelen. Want... En ik denk dat dit kind, wat, als we het allemaal heel echt nemen, hè, want het is natuurlijk reclame, en je moet je goed realiseren dat, het, dat, dat ze iets proberen te verkopen. En wat mij betreft is reclame is schijn. Oké, okay, maar dat is een ander gesprek. Dat is een ander gesprek. Maar het effect van het niet geven van aandacht aan kinderen kan een hele negatieve consequentie hebben voor later. En hoe werkt het? Als je dus de suggestie wekt dat een kind wat je niet voldoende liefde geeft, later tot de rijkste man van de 6 miljard mensen op deze aarde laat worden, dan denk ik dat je heel raar bezig bent. Ja, of het is misschien wel echt waar dat hij zo ontzettend met zichzelf, dat zo genegeerd, dat hij heel alert aanwezig is in zijn leventje. Ja, ik had nog, wie? Dit kind? Dat kind, ja. Dat die dame, stay angry, wees alert. Ja, precies. Dat zeggen ze daarna, hè? Ja. Van, stay angry. Je gaat ervoor. Ja. Je wordt boos. Ja. Nou, dat is in die fase van het leven van de mens. Ik ben ontwikkelingspsycholoog en dat betekent dat ik een studie maak van hoe ontwikkelen mensen zich, is dat helemaal nog niet aan de orde. Dat gevoel, dat komt pas veel later. Van, ik ga ervoor, want ik ben boos. Wat je nu doet, is, of wat in deze leeftijdscategorie van belang is, is dat je zorg verleent, dat je bescherming biedt. Kinderen aanraakt. Aanraakt. Warmte, dat je warmte doet voelen. Ja, precies. Affectief. Wat gebeurt er na de geboorte met een babytje? Dat leg je het liefst op de moeder de borst. Huidcontact is verschrikkelijk belangrijk. Nou, dat is hier dus totale verwaarlozing. Maar hoe wordt daar onderzoek naar gedaan? Zijn daar onderzoeken naar gedaan? Ja. Al heel lang geleden. Dat is een beetje onaardig. Ik denk dat je dat heel onplezierig vindt. Maar ja, dan komen we tenminste iets te weten. Ja. Ik ga iets heel naars vertellen. Ja, ik denk dat je er heel droevig van wordt. Oh. Er was een aapje, klein aapje, bij moeder. Ja, ik wist het wel. Ja, maar ik kan het nog aan. Ja, goed. Het kleine babyaapje werd geplaatst bij een moeder. Eventjes. Bij een moeder die nagebootst werd door een rol kippengaas met twee oogjes. En, nou, dat heeft niets. Nee, met een echte ding te maken. Niets met een echte moeder te maken. Nee. Dat ging ook niet goed met het aapje. Want? Ja, dat aapje dat was totaal. Dat kreeg geen bescherming. He, ging dus dood. Ging stierf? Ja, het stierf. Nou, ze hebben het nog een keer gedaan, maar toen hebben ze er een beetje. Ga maar even daar naartoe dan. Ik ga er even verder. Toen hebben ze daar een zachtere stof omheen gedaan, ja. Zodat er wat meer. De suggestie van dit is de huid van de moeder opkwam. Met dat aapje ging het wel wat beter. Maar uiteindelijk ging het met de... praat je rustig. Ja, ik probeer... We komen er wel uit, ja. Ging het met de aapjes die gewoon bij de moeder bleven. Eigenlijk het beste. Als je ze volgt in hun, de rest van hun bestaan. Oh. En dat is met... En dat is met, met mensen. We zijn alweer vrolijker bezig. Oh, gelukkig. Ja. Dat is terug top, zeg. Dat is met mensen ook zo. Met mensen ook zo, ja. Nee, het is heel waar. Okay. En hoe jong komen kinderen al bij u als kinderpsycholoog? Hoe lang zijn de kinderen? Ja, die kinderen komen niet bij me, maar worden meegenomen door ouders. Ja. Maar vanaf hoe oud gaat dat? Nou. Dat kan vanaf 0 jaar zijn, hè, al heel jong, maar het merendeel komt vanaf 1 jaar of 4 en dan denk ik dat de problemen zich wat meer openbaren. Maar hoe vind je nou bij een kindje wat 1 of 1/2, wat nog niet kan praten, hoe kun je nou erachter komen wat het probleem is? Want hoe zoek je dat dan? Dat is ook moeilijk. Maar wat is een... Nou, dat merk je natuurlijk aan huilen, dat merk je aan op welke manier het eet. Eet het voldoende? Er zijn ontzettend veel dingen waaraan vooral ouders kunnen merken, hey, er gaat iets niet goed met mijn kind. Maar wat kun je daar als kinderpsycholoog dan aan doen? Je kunt niet met zo'n kind praten nog. Nee, je kan nog niet praten met het kind. Maar je kan het wel observeren en kijken wat er gebeurt. En dan proberen te zien van waar gaat het dan mis? Want je weet, je kent de ontwikkeling van gezonde kinderen. Ja. En je kan dus dat vergelijken met wanneer het afwijkt van die gezonde ontwikkeling. Maar dan bespreek je eigenlijk met die ouders wat zij anders met het kind zouden moeten doen. Waar kan het ook zijn dat er iets echt aangeborens niet in orde is. Hè, dat kan ook. Dan is het echt medisch. En dan is het een medisch of psychiatrisch probleem.
God, maar ik wist niet helemaal niet dat, dat kinderen al van hun nulde jaar met een kinderpsycholoog terecht kunnen komen. Ja, dat zou dus kunnen. Ja. Niet zoveel. Ja. Nee. Uitzondering. Ja. En als je nou op je vierde als kind, als je moeder het even niet met je zag zitten en je bent op je vierde dan in een kinderstoel gezet voor een testbeeld met een augurk in je mond. Ik weet niet of mijn moeder kijkt nu, nee. Maar heeft het nou nog verstrekkende gevolgen voor een kind in zijn eigen ontwikkeling als individu? Kan ik met de uitkander worden? Heb ik daar mijn homoseksualiteit aan te danken? Nee, maar misschien wil je dan graag bij de televisie, ik weet het niet. Ja, dat lijkt me ook, ja. Heb je nou zoiets in je jeugd dat je denkt, dat zou ik nog wel eens geanalyseerd willen zien? Nee, op het moment niet. Nee, dan zouden we langer door moeten praten en daar is geen tijd meer voor. Jammer. Nou, dank u wel voor dit gesprek. Oké. Heb je nergens, ben je nergens bang voor? Oh ja, heel veel dingen. Ja. Waar ben jij bang voor? Ik ben bang natuurlijk voor wat er nu op dit moment gebeurt in Utrecht. Maar ik heb algemene angst niet zoveel. Ik heb één angst. Wat dan? Nou, ik ben bang voor grote negers. Grote negers? Ja, grote zwarte negers, daar ben ik enorm bang voor. Je hebt geen gele negers, Paul. Negers nee, je hebt alleen gele boodschappen, Martje. Ja, dat klopt. Maar wat vind je zo eng, grote zwarte negers? Nou ja, nu ik ouder ben, zie ik er ook wel weer de leukheid van. Maar vroeger als een grote, sterke, donkere neger, daar ben ik bang van. Maar wat doet hij dan met je? Dat weet ik nou. Weet ik niet. Nou, maar. Nee, maar dat associëren is. Het is associëren, maar gewoon qua angst. Ja? Nou ja, dat zo'n man op je afkomt en dan zegt. Oh. Jij bent ook snel angstig, zeg. Nee, maar dan. Oh. Ja. Hoe doe ik bijna? Nou. Nee, maar dan echt. Oh. En dat, dat het donker is en je staat in de steeg. Je ziet omdat het donker is niet dat het een donkere neger is. Geef mij zijn hand. Hou je paal de leeuw. Ja, kom eens mee. Ik heb een verrassingje voor je. Ga je even bij je verrassen? Ik heb een verrassingje voor je. Zit hij zo te lachen? Ga je hier maar staan. Handen voor je gezicht. Niet kijken. Nee. Give him another hug. Oh, Jezus, who are you? Dit is Emmanuel. Daar was ik nou bang voor. Who are you? For God's sake, who are you? I'm Emmanuel Yarbrough. I'm over here for a World Sumo Championship. Well, this is Paul. Hello. I'm Hawkins. I have a gift for you. I brought this all the way over. This is one of my old shirts. I'd like for you to put it on. Oh, it's my it's my size. Ah, shit. But is it your size? That's one of my old shirts. I lost a little weight since then. I thought so. You lost weight. How much do you weigh? 320 kilos. 320 kilos? Yeah. My God. What are you doing with the body? As getting sumo, I'm doing sumo. You do sumo. Sumo wrestling. Yeah. How does an American guy like you get in touch with a Japanese sport like sumo? They're starting a new sumo thing where they're trying to make it an Olympic sport, so they appeal to all the judo federations. I started out as a judo player. Yeah. I went to the first world championships and got second place, and I've been running with it ever since. And you became world champion? Yeah, I was world champion in '95. Currently ranked number 3 in the world. Number 3? Yeah. Came all the way to Holland to show my wares. Great. What are we doing it now? We're going to be doing it in Rotterdam. Tomorrow's the Challenge Cup. It's like a world qualifying tournament. So we'd like to encourage the people to come out and if they want to see the best and sexiest sumo wrestling in the world. Because sumo wrestling in Japan is also has something to do with traditions. Well, as with the amateurs, we still keep the traditions. It's not as spiritual, but there's still some spirituality intact to it. We still go through the rituals, and we still throw salt and stuff like that. So we keep most of the traditions. Yeah. And what I was wondering, because you're big, of course. How much time does it take for you to get out of bed in the morning? Depending on the situation. Today, how many beds do you have? I only got one. Yeah?
But it depends on who is next to you in bed. We have a little help, so Susie Q, help me. Well, in America, I'm known as the sexiest man over 700 pounds, so it's, I normally have two or three women in it. But in Holland, Holland, I'm famous on the sexiest man over 200 pounds. Oh, so we got something in common here. No, I think I will be... tap on the... Oh, fly! Bel de politie. How much time do you... how much time does it take for you to get started in the day? Unfortunately, sometimes if I'm not sore or anything, I can just roll out, depending on the situation. But if I got to be somewhere at 2 o'clock, I get out of bed by 12. And just gradually work into it. Do we have in Holland talented sumo wrestlers? You have a talented men's team and a talented women's team, actually. The women's team, they aren't that big, but they're really strong and they have good heart, big heart. So. You have an amazing voice. Your voice makes me think of Barry White. We're all black. We all sound alike. Yeah. Are you a singer as well? No. You want to sit down? You want to sit down or not? Can you eventjes op je zo zitten? Yeah, go sit on me. Sit on me. Oh, good. I had a hernia. Okay. Can you sing something about Barry White? Oh, you got me sexy, baby. Take your drawers off, baby. And how much food do you have to take to stay in shape? What do you eat in a day? It varies. Some days I'll eat everything that I see in this. Some days I probably won't eat anything. So. Do you have other interests except sumo wrestling? I like to play chess. I listen to music. I don't sing it, but I'm a big music fan. Yeah. And I want to study different languages. What kind of languages? I want to learn Dutch. Okay. Hallo. Say it. Hallo. Hallo. Ik ben... Oh, I don't know what you're telling me. No, I'm trying to teach you that. I don't know what it means, though. We're not kidding you because you can't kid us back. You're afraid as hell. Yeah, you might have me saying government secrets or something. We would never. Are you very nervous for tomorrow for the games? You got to have some sort of nervousness because sumo's the type of sport that you never know who's going to win or lose. So you just have to keep your mindset that to do the best you can. So a little bit, but not too much. I'm the defending champion. So. Yeah. I would be scared if I would be in sumo. Fortunately, I'm not. Do you also wear the white... Mawashi. Yeah. It's a Mawashi. Yeah. Yeah, we wear it. How many Mawashis you have for your suitcase? Just one. Just one big Mawashi. Yeah, well, I got two. I'd go one that I wrestle in and one I go out in the town with at the end of the tournament. Really? Yeah, I run around with the Mawashi. Look out there. And what are you going to do after the sumo wrestling when the career is over? What's your plan? Coming over here, I kind of like the way you guys have this country set up, so I think I'm gonna just come over here and hang out in coffee shops and window seat and stuff like that. I mean, this is what I'm told. I'm not exactly sure. But don't sit next to the front door because nobody can in then. It was a great pleasure to have you here tomorrow in Rotterdam. There's the tournament. Yeah, we really like the people to come out. This is like one of the toughest tournaments in the world. You got teams from Mongolia and Georgia, Japan, myself, and they'll be entertained. They'll see some good sumo. Okay. Well, good luck. Thank you very much. Thanks for having me. See you and have a nice time. Thank you. Take care. Applause. Thank you. Bye-bye. Lopen we daarmee. Over een kleine maand is het zover. Dan beginnen de Europese kampioenschappen, de EK. En als je zegt EK, zeg je ook... EK, zeg je ME. ME, ja. En wij hebben uitgenodigd drie ME'ers. Han de Brok, Hans Kleine Punten en Carla van Els. Hallo. Zeg eventjes snel wat je bij de ME precies doet. Ik ben pelotonscommandant van het Delta Peloton. En jij, Hans? Sectiecommandant Charlie Peloton. En jij, Carla? En ik ben gewoon groepslid. En wat is het verschil tussen jullie beiden? Want je bent wat voor commandant? Pelotonscommandant. Wat is het verschil met Hans? Nou, een peloton bestaat uit twee secties. Elke sectie twee groepen, dus totaal vier groepen. Nou, Hans heeft het commando over een sectie. En over de twee secties, daar ben ik commandant van. Ja, en wie geeft nou het commando tot aanvallen? Dat hangt er vanaf welke tactiek we volgen en hoe we er van start de gewone van tactiek, gaan. Gewoon van aanvallen, nou, opeens de honden en dan geweren trekken. Nou, we gaan normaal gesproken met het hele peloton weg, dus dan staan ze onder mijn commando. Dus jij zegt go? Voorwaarts, et cetera, ja. Hoe lang geleden zijn jullie begonnen, Hans, met die voorbereidingen voor het EK?
Uiteindelijk zijn wij natuurlijk, zolang als wij bij de mee zijn, zijn we ieder jaar aan het oefenen. Iedere keer opnieuw zitten daar oefenweken in. Maar nu gespecificeerd? Nu gespecificeerd zijn we eigenlijk 4 jaar geleden begonnen met het programma te schrijven, gericht op de EK, om in ieder geval beslagen ten ijze te komen. Stadions met de problemen die erbij komen. Oefenen in dit geval Eindhoven natuurlijk, specifiek gericht op onze situatie. Daar komen jullie vandaan? Daar komen wij vandaan. Ja. Ja. En dat is dus uiteindelijk een programma geweest van 4 jaar, waar je nu een paar weken voor het EK zit. Wat zijn de punten waar je op richt met betrekking tot Eindhoven? Dat is natuurlijk de binnenstad zelf. Problematiek van de brede straten. Marktpleinen bijvoorbeeld, specifieke pleinen waar mensen toch bij elkaar komen. Uitgangscentra, dat je die ook leert kennen. Af en toe een keer een ontruimen van de café, mocht het nodig zijn. Maar exact hetzelfde verhaal is het verwijderen van mensen uit treinen, bussen, auto's. Maar er zijn geen specifieke veranderingen in de wijze waarop je mogelijke problemen het hoofd gaat bieden? Nee, het is je hebt de standaardtraining van de ME, de mobiele eenheid, die in feite iedereen mee heeft. Ja. En wat wij dus de laatste 4 jaar hebben gedaan is die vaardigheden er nog eens een keer aanscherpen, gericht aanscherpen. En nu de laatste oefening hebben wij specifiek gericht op Eindhoven, omdat wij uiteindelijk daar toch zullen gaan werken. Jullie zijn altijd bij de ME, hè? Ja. Nou, de ME is een nevenfunctie voor iedere politieman. Oké, maar je bent dus tijd gewoon politieman en dan word je platte pet, zoals jullie het noemen. Ja, platte pet. Dan heb je een stuk opleiding bij de ME. Of een stuk opleiding. Nou, een beetje opleiding. Word je opgeleid voor... krijg je ME-training in je... We doen het zo. De mensen die van de opleiding afkomen, net zoals Carla, die krijgen... Je hebt een opleiding, Carla. Ja, ik ben in 2 februari was ik klaar met de opleiding. Oké, even een hand. Die krijgen meteen aanvullend de ME-opleiding. Nou, dan moeten ze nog een aantal jaren ervaring op doen. Normaal gesproken 3 jaar. En dan kunnen ze naar ME instromen. Maar wat ik nou wil vragen is, zitten jullie ook nog gewoon in het normale platte pettenwerk? Ja, dat is een nevenfunctie, hè. Oh, ja. Ik ben normaal wel plaatsvervangend afdelingschef. Hans is recherchecoördinator. Carla zit in de surveillancedienst. Dus we zijn gewoon... En waarom wil je dit doen? Want het is toch een heel agressieve baan? Nee. En ook een beetje ongelijk, want jullie hebben allemaal helmen, jullie hebben allemaal dingen om. En die hooligans die hebben helemaal niks behalve hun eigen handen en 3 knipmessen. Nou, ik denk dat we van de tijd dat wij bij de ME ingezet worden, dat we nog geen 10% op een agressieve manier zoals jij het noemt ingezet worden. En daarvan hebben we nog niet eens al die tijd die helm op. Maar waarom doen jullie dus, het? Voor mij is het een andere manier van leiding geven dan in het dagelijks werk. Een hele directe manier. En voor mij was het ook een stukje aanvulling op mijn eigen ervaringen. En Hans? In eerste instantie aangewezen, dus niet direct vrijwillig. Verplicht? Nou, verplicht inderdaad aangewezen. Ik moet zeggen, gaan. Alternatieve werkstraf? Ja, zoiets zou je kunnen noemen. Past op mijn persoon wat dat betreft. Nee, dat is wel cool. Maar door de aanwijzing uiteindelijk toch de ME anders leren kennen dan je daar... zoals jij of iedereen denk ik tegenaan kijkt. En uiteindelijk denk ik dat er sprake is van een duidelijk vrijwillige basis waarvan ik zeg van nou, het is goed en heel fijn om bij daar mee te werken. Carla? Ja? Hoe denk je er nou over? Het is bijna zover. Je gaat het doen, je gaat het meemaken. Ja, ik hoop natuurlijk net als iedereen het een heel groot feest wordt, maar ik kan niet zeggen dat ik er altijd heel erg gerust over ben. Nee, je hebt van de week het voetbal gezien. Galatasaray, Arsenal. Ja, inderdaad. Dan schrik je toch helemaal het apenlaas, dus. Ja, ik vind het heel spannend en heel leuk dat ik erbij mag zijn, want voor mij is alles nieuw, dus alles heel erg leuk. Eerst over die ME, hoor. Wanneer ben je begonnen om ME'er te worden? Ik ben eind januari naar de opleiding gegaan. Dat duurde 4 weken. Wat deed je daarvoor? Gewoon het politiewerk. En daarvoor? Dan zat ik in de zwakzinnigenzorg. Maar dat ben je eigenlijk bij hetzelfde uitgekomen. Ja, dat ben je eigenlijk bij hetzelfde uitgekomen. Ja, het lijkt best op elkaar, ja. Nou, zeg. Nou ja, ja. Nee, dat vind ik niet. Nou, hooligans zijn toch zwakzinnig? Nee, maar ik vind voor de zwakzinnig niet leuk dat zij weer vergeleken worden met hooligans. Dat is eigenlijk totaal geen probleem. Ik ben eigenlijk beschermd vrouwen van de zwakzinnig in het algemeen. Ik vind het een belediging als je zwakzinnigen met hooligans gaat vergelijken. Nee, zo bedoel ik ook. Oh, op die manier. Ja, daar ben ik het mee. Dat er nu een zwakzinnige zit te kijken en denkt, ik ben helemaal geen hooligan. We sturen de ME ook niet op je af, hoor. Nee. Dus als je kijkt... Maar zit je in je piepzak? Nou, dan niet direct. Ik vind het ook wel heel leuk omdat het zo spannend is, omdat het nieuw is voor mij. Maar piepzak kan ik niet zeggen. Maar ik ben er wel terdege van bewust dat het wel eens gevaarlijk zou kunnen worden. En dat er wel eens enge dingen zou kunnen gaan. Ben je al een keer uitgerukt? Ja, ik ben nou 1 keer bij het PSV-kampioenschap. Het PSV-kampioenschap. Ja, en ik ben van de week naar Enschede geweest. Dus ik ben eigenlijk nog maar 2 keer met de ME mee geweest. Je hebt in Enschede gestaan? Ja. Maar verplicht, was er echt iets aan de hand? Of was het gewoon maar zo'n beetje voor de lol uitrukken? Ja, nee, ja goed. Je weet wat er aan de hand was, toch?
Of, oh, Enschede. Ja, ja. Oh, wat zeuzer blunder. Ik ga even bellen weer. Ik ga even... Dit moet ik even oplossen. Jezus, wat stom. Ja, dan had ik net met die zwakzinnigen, dan ben je er even niet bij. Nee, ik ben dan de ik heb zo'n overdosis dan gehad. Wat heb je in Enschede... Wat heb je daar nou precies gedaan? Gewoon geholpen? Of, Ja, je zit daar op een post urenlang. Het grensgebied waar jij dan toe aangewezen bent om dat te bewaken. En dat niemand over die hekken klimt. Ik heb net zo'n kop als jij het bloesje aan. Hè. Schaam me dan. Ja, dat valt wel weer mee, hoor. Nou, niet over het jammer. Ik vind het wel erg jammer, want... Hey, maar is er een richtlijn? Waar moet je nou op slaan? Hoe lang duurt het voor je mag slaan? Hoe lang moeten jullie erin houden? Dat duurt lang. Ja, hoe lang? Tenminste, voor mijn gevoel duurt dat ooit heel erg. Tenminste, toen ik op de opleiding zat, je moet echt heel lang wachten dat je iets mag doen. Het is meer gewoon wachten totdat ze zichzelf terug gaan trekken. Of dat er bijvoorbeeld een waterwerper komt. Of dat er andere dingen behalve het slaan gaan gebeuren. Maar dat mag je ook. Het lijkt me ook een lekker gevoel als je tot zo geërgerd bent. Nou, ik moet zeggen, ik weet niet hoe het gaat als je meer ervaren bent. Maar ik heb daar op een oefening gestaan en er werd uren op je gegooid. En toen werd er dan een charge geroepen. Dat betekent dus dat je mag slaan. Ja, toen vond ik toch... Riep je eerst wel even prettig, ja. Hé, maar wat zijn nou de als je knuppel pakt, wat zijn dan de richtlijnen, waar slaan we op en waar niet op? Nou, in ieder geval niet op hoofden. Nee. Proberen we te slaan, dus altijd op armen of op benen. Dus ja. om letsel zeg maar te voorkomen. Ja. En dat proberen we zo lang mogelijk uit te stellen. En dat is eigenlijk ook wat we in de euro als beleid hebben. We proberen gewoon een feest te maken en heel laagdrempelig te zijn. Door heel duidelijk te zijn. Maar ga je dan met oranje schilden op? Nee, dat hebben we is een uitkomst van het Rotterdam rapport. Van het landskampioenschap Rotterdam. Je moet je wel duidelijk neerzetten als politie. Dus je moet duidelijk herkenbaar zijn. Nou, dat zijn we op deze manier. Maar dit is dan je outfitje, dat is de laagdrempeligheid die jullie proberen te bewerkstelligen. Ja, dit is het vredestenue zoals het aangeduid wordt. Het vredestenue. En je had het straks al over het agressieve. Ja, natuurlijk, als je een helm op hebt en een schild meeneemt, ja, dan gaat het harder eraan toe. Ja. Wij proberen steeds zo laag mogelijk in te schalen. Denken jullie nou dat het uit gaat breken, de hooligans gekte? Hans? Ja. Ik maak me er af en toe best wel zorgen over. Wanneer gebeurt dat in bed als je ligt te slapen? Nou, meestal slaap ik dan nog niet. Dan ben je nog even door als je er naar bed wil gaan en je vrouw is ingeslapen en je denkt... Ja, dan heb je wat tijd over wat dat betreft. Dan heb je tijd over alles gebeurd. Nee, maar ik... als ik kijk naar afgelopen woensdag bijvoorbeeld, televisiebeelden die je hebt. Ja. Kopenhagen. Ja, dat heeft in feite niks met voetballen te maken, denk ik. En dan krijg je toch supportersgroepen die wij uiteindelijk ook in Eindhoven zullen krijgen. En dan praat ik alleen even over Eindhoven. Je moet iets harder praten, want ik versta je. Echt waar? Ja. Ben ik zo zachtjes? Ja, even ja. Toch het ook. Ja. Nou, dan heb ik daar zorgen over, omdat je daar ziet dat je de menigte niet in de hand hebt. Er gebeurt van alles op verschillende plaatsen. Het gewone dagelijkse leven loopt daar nog eens een keer doorheen. Je ziet mensen die aan het winkelen zijn. Het vergt dan van ons toch concentratie om de hele zaak in de gaten te houden. En wat je dan op een gegeven moment vooral moet doen, is proberen erbij te zijn op het moment dat het gebeurt. Ja. Dat vergt ontzettende concentratie, aandacht iedere keer opnieuw. Ja. En je moet toch, ja, de club, de ME, de kracht van de ME is inderdaad de eenheid, zoals wij het heten, de mobiele eenheid. Je zult het toch continu bij elkaar moeten houden, feeling moeten houden met je mensen. Om te kijken wat er gebeurt, hoe ze zichzelf in hun vel steken. Dat is zo eng, omdat een paar jaar geleden ging de Franse agent ging eraan. Ja. Dat was tijdens de WK volgens mij, 2 jaar geleden of zo. Dat schrikken, dat kan je ook, vooral als je alleen komt te staan, dan ben je gewoon de lul. Ja, maar daar word je ook zo op getraind om bij elkaar te blijven. Ja. Zo bij je groep blijven. Als je dat niet doet, ja, dan ben je inderdaad weg. Zeg, morgen is die EO Jongerendag, hè, in de Arena. Worden jullie dan ook opgeroepen? Dat je weet nooit wat er gebeurt. Wij in ieder geval. Jullie worden niet opgeroepen. Jullie zijn natuurlijk afdeling Eindhoven, dus jullie worden helemaal niet opgeroepen. Ja. Nou, ja, we gaan praten veel succes met, in ieder geval over een paar weken. Ja, succes. We gaan praten met de man die morgen de EO Jongerendag presenteert. Hij is hier, Bert van Leeuwen. Hallo. Erg leuk dat je er bent, Bert. Hartelijk welkom. Denk je dat de ME nodig is morgen? Nee, denk het niet. Echt niet? Nee. Want jullie christenen maken wel veel oorlog. Dat is één kritische vraag die ik even bij jullie. Het is vaak stammenoorlog tussen jullie. Maar of is het maar één gezinte wat daar... Je bedoelt de verschillende kerken die... Ja, verschillende oorlogen om niks. En de ene hanteert weer de sterkere Bijbel. De andere hanteert een minder sterke Bijbel. De andere hanteert weer een andere Bijbel. Ja, maar altijd zonder ME. Je hebt nog nooit ME gehad. Hoeveelste keer is het de jongere dag? 26e. En hoeveelste keer doe jij het al? De 8e.
De achtste keer. Ja. Wat is nou, heb je wel jongeren, zei je dat wel, ik word altijd jaloers, heb ik al eens eerder verteld. Al die jongeren die zo frank en vrij geloven in God. Dat is sowieso prettig als je gelooft in God. En dan ook gaan zingen en lol maken en ook piercings hebben hoor. Ze hebben ook piercings. Maar gewoon echt een blijven ze van hem uitleggen. En dreadlocks. Ja, Paul. Ja, maar echt, dat is echt zo. Ik heb het op tv wel eens gezien. Nou ja, dat vind ik zo'n vrolijkheid. Ja. Wat is het succes van die EO lange jongerendag? Ja, dat vragen mensen altijd. Dat geeft een antwoord. Ja, maar het succes, dat is er niet. Net zo min als de EO Jongeren bestaat of er zijn wat zijn het, 45.000, 50.000 mensen, allemaal verschillende mensen die wel een ding gemeenschappelijk hebben. In het algemeen, dat ze in God geloven. En dat ze dat willen beleven in zo'n arena die stamvol zit. Maar de een zal wat meer van muziek houden, de andere komt wat meer voor de toespraken. De derde komt weer wat meer een beetje met elkaar gezellig. Maar wat denk jij dat het succes is? Als jij morgen weer thuis komt om 5 uur en je hebt 50.000 mensen dol enthousiast gezien. Dat ga je trouwens doen. Voor mij het bijzondere, het succes is dan een beetje wat je net aankaart van die ME altijd. Al die verschillende mensen. Dat we daar nou eens een keer niet met elkaar knokken, maar dat we daar met z'n allen bij elkaar zitten. En één doel. En één zijn. Wat is het thema? Dus heeft altijd een thema, hè? Ja. Thema morgen is The Comeback of Jesus. De terugkeer van Jezus. Is hij ooit weg geweest? Ja. Waar was hij dan naartoe? Dat ga ik ze uitleggen. Nou, weet je dat echt niet? Nee. Hij is gestorven, de Bijbel staat, hij is opgestaan. Ja, oké. Na 40 dagen. Ja, de eerste 3 dagen, door zijn steen. En na 40 dagen, dat is binnenkort hemelvaart. Oh ja, dan wordt hij heilig gisteren. Hemelvaart. En toen heeft hij beloofd dat hij op dezelfde manier terug zou komen. Ja. Nou, dat is de comeback of Jesus in de ene betekenis. Aan de andere kant zijn er meerdere betekenissen. En daar gaan we dan morgen met elkaar over hebben op de jongerendag. De leegloop van de kerken. Niet direct, want die arena zit hartstikke vol. Ja, oké, maar het is toch een feit dat bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk even veel te klagen heeft over het feit dat mensen niet naar de kerk gaan. Nou, er zijn kerken waar ze weglopen, ja. 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 Maar is zo'n dag daar ook voor bedoeld? Om mensen... Is het ook zieltjeswinnerij? Nee, ik vind het nooit erg natuurlijk als er mensen morgen gaan geloven. Als ze daar zitten en denken, ja, het is toch wel helemaal te gek dat geloof. Vinden we niet vervelend. Maar dat is niet het doel van de EO Jongerendag. Het is gewoon dat beleven wat je samen hebt. En dat is te gek. Maar in 1975 is de eerste jongerendag gehouden. Wat is nou het verschil met 1975 nu? Is nou een beetje de commercie, want er komen enorm veel popgroepen. Er is ook een beetje kritiek over dat jullie te commercieel zijn geworden. Meer gaan voor de muziek dan voor het stichtelijk woord. Dan wat Henk Binnendijk ons te zeggen heeft. Ja, lach maar, ik heb wel antwoord. Je weet echt heel. Lach het niet weg. Waar is dat zoveel vraag achter elkaar? Nee, één vraag. Je begon met, is er veel verschil tussen de jongerendag in 75? Ja, toen vulde ik het eigenlijk zelf in. Precies. Nee, ja, er is heel veel veranderd. We moesten pas een samenvatting maken omdat we vorig jaar de 25e hadden. En als je dan het verschil ziet tussen 25 jaar geleden, hoe de mensen eruit zagen, de muziek, alles. Dat was totaal anders vergeleken met nu. Maar alles is veranderd. Ja. Dus wij veranderen een beetje mee. Zijn het publiek enthousiaster geworden? Absoluut. Ja? Absoluut. Ja, je kunt morgenavond kijken, dan hebben we weer een uitzending. Ja. Maar het is net als met een voetbalwedstrijd. Je moet het dus beleven om erbij te zijn. Je kunt op tv zien, zie je het ook een beetje, maar ik vind dat vaak een beetje vertekend. Als je mensen allemaal die vrolijke mensen ziet, is dat toch anders, vind ik. Als geen tv is, ga je allemaal zagrijnig kijken. Nee, maar dat is anders. Anders. Dan denk ik, waar hebben ze het over? Als je erbij zit, beleef je dat meer en dat is dat. Dat is... Ben je zelf geweest vroeger? Ja. Nee. Nog nooit geweest? Je bent geweest? Ja, maar, ja, vroeger. Je bedoelt voordat ik zelf presenteerde. Ja, ging je zelf ook naar die dagen toe? Ja. Toen je nog geloofde? Ja, ik geloof al heel lang toevallig. Maar geloof je nog steeds elke week praat in de kerk? Ja. Want jij bent, omdat ik jou als ik heb altijd het programma Ik Weet Het Beter, heb ik altijd gezien. Ik Weet Het Beter! Ja. Dat is ontzettend het programma Ik Weet Het Beter. Ik Weet Het Beter! Jij zat in... Dan noemde hij een rubriek, het was van woorden raden. En dan zei iemand, nou, ik 6. En dan zei de ander, nee, ik weet het beter. Top, hè? Ja, topprogramma. Ja. Maar ik vond ook al wat van je bent wel bij de EO. Je bent echt een beetje de Henny Huisman van de EO. Je bent ongelooflijk, nee, niet waar. Je bent de Henny Huisman, de Viaria. Je bent eigenlijk alles bij de EO. Je hebt een enorm pluspakket. Maar ik denk, ja, als naar de AVRO bijvoorbeeld komen, de NCV, dan zie ik er nog wel eens een transfertje maken van hier tot waar de NCV zit qua straat, de Bergweg. Ja, maar waarom zou ik weggaan? Nou, omdat je ik geloof, ik voel me er thuis. Niet in ieder programma, maar dat zal niemand hebben bij zo'n omroep. Jij vindt elk programma bij
de Vara denk ik ook niet even mooi. Ik vind alles leuk. Ik verbaasde alleen over herexamen gisteren. Herexamen gisteren nog. Inge Diepman. Ja. Ja. Oh, goed, hè? Ik denk wel dat Inge Diepman de duivel in zich heeft. Ja, nou, dan denk ik, ga mij, ik weet het beter. Waarom? Maar. Ja, gewoon zo'n boosaardige uithaling. Ja, van het zo streng. Als Inge Diepman, als je dan bijvoorbeeld iets niet weet, bijvoorbeeld was gisteren die acteurs, die wisten niet hoeveel ramen er gezien moesten worden in hoeveel minuten, dan had Inge Diepman heel zijn. Ja, dat bedoel ik. Nou, dat vind je dus niet elk programma even mooi. Nou, doet me wat. Elke presentator. Nee, maar het voelt me er thuis, joh. Ik heb het naar mijn zin. Mag nooit programma's weg doen. Dat zeg ik niet. Je, dus voor een bitter prijsje ben je wel over te halen? Nee, daar ben ik niet op gericht. Nee. Maar als ik nou denk, zo'n dag, morgen, ja, dan denk ik, nee, daar hoef ik absoluut niet weg. Maar als SBS 6 belt voor het programma All You Need Is God. Een goede uitvoering is. Als het een goede uitvoering is. Kom je eigen kinderen morgen ook? Een paar van mijn kinderen komen ook, ja. Hoeveel kinderen heb je dan? 4. Zo. Zo, goed hè. Leuk. Ja. Maar ben je nerveus voor zo'n massaspektakel? 50.000 mensen. Ja, vooral het begin. Om 10 uur. En we hebben een countdown die telt terug naar 0. En dan is dat het spannendste moment, want dan moet ik op. En dan en vooral, ja nee, laat ik dat dan ook zeggen. Wat het moeilijk maakt van zo'n dag is dat je, en het is een mega spektakel waar je ontzettend veel lol hebt en waar we allemaal zo blij zijn. Maar het gekke van de EO Jongerendag is dat er dus ook momenten zijn dat hele stadion doodstil is. Ja. Als ik bid, en dat doe ik dus ook op zo'n dag, dan is iedereen helemaal muisstil. En dat is ook een soort eerbied. Nou, dat brengt ook weer extra spanning met zich mee. Maar 10 minuten later hebben we weer een surprise act, de formatie Mary Mary. Ja, Mary Mary die komt, dan komt in één keer. Ja. Blijkt. Ja, dat weten we sinds 2 dagen. Dat vinden we hartstikke leuk. Iedereen is hysterisch dat Mary Mary komt. Ik ken helemaal Mary Mary niet. Dat is een duo. We hebben nu een top 10 hit. Oh, die. Met, ja, Shackle heet het geloof ik. Maar I'm Gonna Praise You. Nou, dat is gewoon een gospel. En wij dachten van, nou, zou het te gek zijn als ze willen komen. En wat zeiden ze? We willen graag komen. Maar zijn ze ook christelijk? En, ja, ja. Want daarmee is ook Mary Mary. Ja, nou echt. Kom van twee Maria's uit de Bijbel. Ja, dat weet ik best wel hoor. even iets anders. Er is heel veel meld. Stel je voor dat het vannacht gebeurt of morgenochtend dat onze de prins, de Zuidelijke Koning, prins Bennet der Lage Landen overlijdt. Wat gebeurt dan met de EO Jongerendag? Nou, dat was vooral gisteravond was dat heel... Dat kan niet doorgaan. Dan wordt er gebeden. Ja, dak gaat dicht. Sowieso. Dak is dicht al. Dak is dicht. Dus die opties hebben we allemaal gehad al. Ja. Nee, als dat gebeurt, dat zal consequenties hebben. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar ik denk, als dat morgen gebeurt, dan zullen de uitzendingen morgenavond zullen aangepast moeten worden. De jongerendag kunnen we niet meer cancelen. Iedereen die mag gewoon komen, want dat kan niet meer. Nee, maar het is de dag van nationale rouw, Bert. Nee, als het gebeurt, zullen we daar absoluut bij stilstaan. Oh. Net als we stil zullen staan morgen bij de ramp die we afgelopen week in Enschede hadden. Dankjewel, Bert. Schrijf het maar in, schrijf het maar in. Maar jullie gaan wel gewoon door. Ja. Ja. We hebben ook een kleine god uitgenodigd. God van de showbusiness. René Vroeger. Dat zijn jouw woorden. Hier. En hij is hier en hij heeft... hij is hier en hij gaat zingen. Geweldig nummer. Strip yourself naked for me. René Vroeger. Daar. Get intimately.
Het gaat dan over angst. Hallo, tot morgen. Dag. Dag. Bedankt. Hé, jongen. Bedankt. Chat, hè. Goed.